In deze video wil ik het met jou hebben over een dieetmindset. Afgelopen jaar heb ik al heel veel mensen begeleid die duidelijk die dieetmindset hadden. Wat betekent dat nu? Het hebben van een dieetmindset. Als het gaat rond voeding, dat je voor jezelf vaak dit soort vragen gaat stellen. Heb ik dit wel verdiend als ik dit eet? Mag ik dit wel eten? Hoe ga ik dit compenseren? Ja, morgen dan maar gaan sporten of straks nog. Ik voel me schuldig over die keuze dat ik gemaakt heb. Gisteren, daar straks, vorige week. Ik had dat niet mogen eten. Ik heb goede en slechte dagen. Het is goed gegaan om op mijn voeding te letten. Maar één koekje gegeten. Het ging goed. En een beetje voeding als de vijand zien. Weet je wel? Als het gaat over bewegen rond sporten. Keert gefascineerd en gefixeerd op hoeveel calorieën dat je verbruikt hebt door te sporten. U schuldig voelen als je niet kunt sporten. En u daar zelf misschien ook voor straffen door misschien te eten. Naar vooruitgang toe, als je de hele tijd gefixeerd bent op dat cijfertje op de weegschaal. En echt hoeveel gram er zelfs pas af is. Het gaat niet over kilograms. Nee, over hoeveel gram. Hoeveel cliënten dat ik in het verleden al... Ja, maar ik was gisteren toch 400 gram afgevallen. Vergeet het. Wij vallen elke dag wel eens 400 gram af. Als je goed naar het wc gaat, grote boodschap, dan ben je afgevallen. Dus fixatie daarop zegt niet zoveel. En ook heel hard van hoe zie ik eruit. Ik zou jou een vraag willen stellen. Zou jij het willen overwegen om nooit nog te diëten? De rest van je leven. Niet meer. Ik stel de vraag, beantwoord jij ze?